Dames en heren, welkom bij een nieuwe aflevering van Profile. Ik weet niet hoe het met u zit, maar ik ben dagelijks vele uren met mijn mobiele telefoon in de weer. En dat is eigenlijk levensgevaarlijk als ik goed beluister naar mijn gast van vandaag, Derk Mekkering. Derk, leuk dat je er bent. Dag. Een beetje een waarschuwer tegen de gevaren van de mobiele telefoon. En je bent er ook actief in als handelaar, want je levert stoffen die het kennelijk kwetsbare menselijke lichaam beschermt tegen de straling die van die apparaten afkomt. Ik ben mijzelf eigenlijk helemaal niet zo bewust van die gevaren van de telefoon. Wat kan er gebeuren als ik er te veel mee klooi? Wat kan er gebeuren? Nou, ik ben zelf geen wetenschapper, maar ik sta wel op de barricades om dit bekend te maken dat bewust gebruik van apparatuur waar de zender in zit, die ook in onze telefoon zit. Wat kan er gebeuren? Ja, Paul, de wetenschap ziet steeds meer, na jarenlang onderzoek, dat langetermijngevolgen van straling, dus de straling uitgezonden door je telefoon, wanneer je hem op het lichaam draagt, dan wel bij het hoofd houdt, dat er toch wel nadelige gevolgen aan zitten ten aanzien van vruchtbaarheid en DNA-aantasting. Zoals wel meerdere consumptiegoederen die wij grootschalig hebben tot ons hebben genomen na de Tweede Wereldoorlog, gestuurd door Amerika. Zie je eigenlijk bij alles wel dat er een negatieve impact is, een emissie op het milieu en onze omgeving. Denk dan aan auto's, denk aan sigaretten, denk aan suiker. Dus ik kan wel even doorgaan wat grootschalig naar Europa is gehaald. En het blijkt nu ook dat langetermijngevolgen van straling dichtbij nogal voor schadelijke gevolgen kunnen zorgen. Maar maak het eens concreet, wat voor schadelijke gevolgen dan? Ik praat er minder graag over, maar om het concreet te maken. Baltumoren, om het maar even te zeggen, voor mannen. Wij hebben onze telefoon bij onze ballen. Ja. Ik pak het onderwerp graag bij de ballen, zoals je hoort. Ja. DNA-aantasting. Dus daarbij een grotere vatbaarheid voor mutaties van je cellen. En het woord kanker wordt eigenlijk toch steeds meer in één zin genoemd met schadelijke blootstelling. Ja, nou heb ik ter voorbereiding van dit gesprek natuurlijk eventjes zitten googlen. En je komt echt krankzinnig veel pagina's tegen die gaan over de risico's van straling. Ja. Maar ik stuitte bijvoorbeeld op de site van het Amerikaans Kankerinstituut. Die bijvoorbeeld schrijft dat er geen wetenschappelijk bewijs is voor schade. De World Health Organization die is ook niet overtuigd dat het schade berokkent. Hè? Heel zwaar, want ze hebben het wel een klasse 2B gezet, waar het zeer mogelijk schadelijk zou zijn. Ja. En er zijn initiatieven opgezet om die testen voor telefoons weer te doen. En daarbij is het al onder de verwachting dat het dus schadelijk geclassificeerd zou worden. Ja, echt, er zit daar natuurlijk wel wat haken en ogen aan, inderdaad. Om even antwoord te geven op je vraag dat je verschillende dingen tegenkomt. Het is aantoonbaar dat onderzoeken die gedaan zijn ten aanzien van de schadelijkheid, dat daar een duidelijk verschijning in is, dat diegene betaald door de industrie zelf, hè, dat 70% zijn, meer dan 80% zal zijn. Nee, het is niet schadelijk. En er valt gewoon een duidelijke lijn in te herkennen. Los van het feit dat er dus enorme economieën vastzitten aan mobiele technologie. Hè. Het is onze beste vriend. Je geeft het ook zelf net al aan. Zeker. Je bent er zelfs dagelijks mee. Wij allemaal zijn er dagelijks mee bezig. Maar dat zegt ook niet dat we het ongestoord kunnen gebruiken, dan omdat het niks met ons doet. Dus die testresultaten die uitwijzen dat het eigenlijk helemaal niet zoveel kwaad kan, die zijn gestuurd door de industrie? Als je ook bekijkt welke lichamen, instanties bepaalde certificaten en richtlijnen uitgeven, zitten in de boards van die partijen allemaal voormalige telecombazen. Ja, ja. Ik hoef jou niet uit te leggen dat daar wellicht eens wat onderzoek naar zou kunnen zijn, zou moeten gaan gebeuren. En dat gebeurt ook al. En er is veel reuring op dit moment. Ik kwam ook een onderzoek tegen waaruit bleek dat ratten die werden blootgesteld aan grote hoeveelheden straling eigenlijk langer leefden dan ratten die in een stralingvrije omgeving leefden. Klopt, dat is inderdaad het NTP, Amerikaans onderzoek, is ook naar voren gekomen. Het is onverklaarbaar wat daar nou weer de reden van is. Ja. Maar als we nog even duizenden andere onderzoeken ernaast leggen ten aanzien van stralingsrisico's, zullen mensen zoals jij en ik, wanneer we even de tijd nemen om ons daarin te verdiepen, in ieder geval bij de basis blijven, en dat is hoe wij blijven, hou gewoon zoveel mogelijk die straling bij je weg. Nogmaals, ik zie het in het grotere plaatje, het verduurzamen van industrieën. We zijn steeds bewuster wat we tot ons nemen. En we zien nu ook dat, nogmaals, na suiker, roken, alcohol, dat we ook nu gelukkig openstaan voor het feit, wacht even, deze antenne die ik constant in mijn handen heb, wellicht ook beter om die zoveel mogelijk van ons af te houden. Dus om nou per se met gestrekt been erin te gaan en te zeggen, straling is schadelijk, als je het mij persoonlijk vraagt, 100%. Ja, nou ja, goed. We gaan er vandaag natuurlijk niet uitkomen of het schadelijk is of nee, niet. Daarvoor verschillende meningen te veel. Maakt ook allemaal niet uit, want ja, angst is natuurlijk een fantastisch marketinginstrument. Laat het wel zijn, hè?
Dat is niet een juiste omschrijving, denk ik, voor een impact-entrepreneur zoals ik. Ja. Sterker nog, de gedrevenheid waarin ik mijn bedrijf heb opgebouwd de afgelopen jaren, als ik gestart ben, heeft puur te maken met het feit dat ik heb ontdekt dat, in tegenstelling tot mijn voorgaande geloof, dat straling toch en mijn mobieltje toch niet alleen maar mijn beste vriend bleek te zijn. Want ik kom vanuit een fanhoek. Sterker nog, mijn vader, mijn weile vader, heeft in de jaren 80 als een van de eerste in Nederland draadloze dektelefoon op de markt gebracht. Van die huistelefoons waren dat, hè? Precies. Zo'n witte baksteen met uitschuifbare antenne. En hij was een pionier. Ligt een beetje van hem dat vooruitkijken. Maar destijds was het natuurlijk nog totaal geen idee van of het schadelijk was of niet. Want de leraar in de klas die rookte nog gewoon. Ja. Laat staan dat wellicht onze huistelefoon schadelijk voor de familie zou zijn. Dus ik heb eigenlijk op dat moment, toen ik mijn vader het succes zag hebben met het verspreiden van draadloze huistelefoons, voelde ik eigenlijk al snel dat mijn passie er ook lag. En ik kan me wel iets heugen dat ik toen voelde van, ja, als ik later groot ben, dan ga ik sowieso ook iets doen met mobiele telefoons. Nou ja, kijken we even verder. 2012, lancering van de iPad. Ik was toen, 2009, neem niet kwalijk. Ja, 2009, lancering van de iPad. Ik kan me nog goed het moment herinneren dat ik dat las en dat zag dat die iPad uitkwam. Toen ben ik gaan ondernemen. Ik dacht, nou, hier moet ik eens mee. En in 2012 zag ik een documentaire, Zembla. Overigens de best bekeken, terugbekeken uitzending online. Heb uitzending gemist. Ja, ik heb er dit weekend weer een klikje aan toegevoegd. Ja. Kijk eens aan, nou, dan weet je wat daar gezegd is. En Paul, ik weet nog precies het gevoel wat ik toen had nadat ik die uitzending had gezien. Hè, daarvoor ging ik erin als een techfan, hè, mobiele telefoon, fantastisch. Hier moet ik eens mee. Er was een stilte na die uitzending. Ik had gezien, ik dacht bij mezelf, ook daar weer voelde ik me een soort van tegen mijn ballen getrapt. Ik zeg maar, gewoon toen nog bestraalde ballen, toch nog in pocket. Ja. Maar ik voelde me eigenlijk een soort van verraden door mijn beste vriendje eigenlijk, die ik tot die tijd altijd als beste vriendje had gezien. Waarvan mijn vader aan de basis stond aan de verspreiding daarvan in Nederland. Ja. En mijn beste vriendje bleek in één keer ook mijn foute vriendje te zijn. En schadelijk voor mijzelf en voor mijn familie. En ik had er nooit over nagedacht, over die mogelijke downsides ook. Nou ja, toen ben ik er eigenlijk ingedoken. En voor mijn gevoel heb ik toen een aantal beerputten open gedaan waarvan ik dacht, hier ga ik, dit moet iedereen weten. Hier, en ik moet hier iets aan doen. Mijn vader heeft het geïntroduceerd in Nederland. Nu met de huidige kennis ga ik me er zelf hard voor maken dat we in ieder geval allemaal een kans hebben om hierover na te denken. En daar is voor onszelf, laat staan voor onze kinderen, een keuze te maken om hier zo veilig mogelijk mee om te gaan. Ja, even voor de mensen die documentaire niet gezien hebben, of dat programma. Het is vrij beangstigend, want wat ze doen, ze hebben een stralingsmeter. En dan elke keer gaan ze bij een mobiel apparaat, een telefoon of een babyfoon hebben ze dan ook. Hè? En dan hoor je die meter echt zo angstaanjagend uitslaan. En ja, als kijken op de bank denk je dan van, oh, dat zit dus ook allemaal in mijn huis. Dat was een beetje het angstige gevoel dat werd opgeroepen. Hè? Nou, ik wil niet per se zeggen dat angstgevoel dat wordt opgeroepen, Paul. Wat mensen thuis denken, dat kan niet allemaal invullen. Wat ik wel kan invullen, dat daar gewoon een feitelijke meting gedaan wordt. Ja. Van een apparaat wat een emissie heeft. Net zoals dat je ook bij de uitlaat van de auto kunt meten hoeveel fijnstof eruit komt. Dat die apparaten onbekend zijn en een geluid maken waarvan men schrikt. Nou, gelukkig maar. Want daardoor horen en mensen zien nou eigenlijk eens wat straling voor, hoe dat klinkt. Want op dit moment voelen we het allemaal niet. We zien het niet. Er is een klein percentage van elke bevolking, zo rond 10% wat elektrogevoelig is voor straling. En wel effecten heeft aan het lichaam. Mm-hmm. Of in het lichaam. Maar ja, of het beangstigend is, dat zeg jij. Ik denk dat een goede weergave is dat er elk moment van de dag een energie komt uit een apparaat dat wij bij ons dragen, op ons lichaam dragen, wat we onze kinderen geven. Ja, en dat daar, wat mij betreft, kunnen niet genoeg uitzendingen zijn over hoe straling klinkt. En om in ieder geval mensen te triggeren en uit te nodigen om daar eens verder in te gaan verdiepen. Want het achterloos denken van, nou, zal mij niet overkomen en doodgaan en toch een keertje is zo van de vorige eeuw. Ik denk dat we nu aan de basis staan van een wereld waarin we juist bewust kiezen hoe we producten tot ons nemen en hoe we ze gebruiken. Kom je nou ook vaak mensen tegen die jou wegzetten in het hoek van de aluhoedjes, de gekken? Ja, zeker ben ik die tegengekomen. En dat is vooral 5 jaar geleden eigenlijk, in het begin dat ik mijn onderneming startte.
Als ik daar weer even aan terugdenk, ja, tuurlijk, ik ben echt goed in de hoek gezet. Wat klets je nou, straling, wat wil je nou, aluhoedje inderdaad. Maar gelukkig is heeft de tijd is gaan keren de laatste jaren. De duurzaamheid-trend heeft zich doorgezet, zoals ik net al zei. En een aantal mensen die destijds de hardste schreeuwers waren, komen nu naar mij toe als ze wanneer ze me treffen en zeggen: hey, ik zet tegenwoordig ook mijn telefoon in flight mode 's nachts voordat ik ga slapen. Ik zeg: nou, heel goed. Ja, dat doe ik zelf ook al jaren. Daartoe inspireer ik andere mensen. Ja. Ik zeg: nou, wat ervaar je dan? Nou ja, ik ervaar wel dat ik beter slaap. Dit zal de komende jaren wetenschappelijk verder toch bevestigd worden dat inderdaad het hebben van antennes rondom je heen toch wel degelijk je slaap impact heeft. En dit zal ook een van de dingen zijn die Redigo zal gaan ondervangen met onze producten en oplossingen. Ja, want laten we daar eventjes naartoe gaan. Jij ervoer die angst en jij dacht van ja, wat zal ik daar eens aan doen? Anders dan op een andere manier omgaan met je mobiele telefoon. En je hebt een stof ontwikkeld. Je gaf mij net voor de uitzending een dekentje. Ik zal hem eventjes laten zien. Dit is eigenlijk de neutrale kant. En dit is dan de kant met de stof die jij ontwikkeld hebt, die de straling tegenhoudt. Dus als ik voortaan met de iPad op schoot zit, moet ik dit ding eronder houden en dan blijft mijn edele delen edel, toch? Zo, die ga ik ook vaak toepassen. Dat is precies ongeveer wat het is. Nee, dit is inderdaad de kleinste smart blanket die wij in ons assortiment hebben. Ja. Gericht op de smartphone gebruiker. Ik denk dat we allemaal het beeld herkennen van onszelf dat we eventjes na een lange dag lekker op de bank liggen en met onze telefoon het nieuws doorscrollen, wat je ook bekijkt. En zo, daarom is het product geboren. Ik heb zelfs ook ondervonden dat ik dan die telefoon toch hier bij mijn edele delen heb. Een soort verlengstuk eigenlijk, hè? Nee, je mag het. Het is een mooie verbeelding. Ik houd het even hierbij. Ja. Zo is het geboren. Van, ja, dat vind ik niet prettig. Dus daartoe hebben wij die deken gemaakt voor de smartphone gebruiker die dan toch inderdaad de straling weghouden bij zijn edele delen. En met een aantal maten hebben we hem. Dat je hem ook inderdaad voor de iPad dan wel voor de laptop op schoot kunt gebruiken. Ja. Ja. En hoe heb je die stof ontwikkeld? Het is eigenlijk een ontdekkingsreis geweest. Eigenlijk de meeste dingen die wij doen met Redigo is een pure traject van learn by doing. Dat maakt het des te interessanter. Ook betekent dat je vanuit veel verschillende velden je expertise dient te halen om tot een bepaald product te komen. Zo moet het onder andere voldoen aan Europese regelgeving. Dan wel allerlei andere zaken die essentieel zijn voor consumentengebruik. Dus kort gezegd was het eigenlijk een samenwerking van het samenbrengen van diverse expertises en zo gaandeweg tot het eindproductie te komen. Ja, en allemaal getest, TNO en alle. Ja, we hebben de beste partijen in Europa aangetrokken om onze producten te testen. Omdat geen enkele klant van ons of eindgebruiker daar twijfel over te hebben. En inderdaad, daarmee hebben we samengewerkt met TNO onder andere. Ja, en nu is zijn die dekentjes natuurlijk maar een onderdeel van de business. Wat volgens mij veel interessanter is dat de stof ook tegenwoordig gebruikt wordt in kleren. Je hebt een broek meegenomen waarin je dat even kan laten zien. Ja. Daar zit eigenlijk een speciaal telefoonzakje in. Ja, dit is van onze launching customer Garcia. Hier hebben wij dus de broek waarin ons product zit verwerkt. En dat is de Smart Pocket. Daar hebben wij een patent op. Ja. En het ziet er zo uit. Niet te onderscheiden bijna van een reguliere broekzak. Dat betekent dat je hetzelfde comfort behoudt als ook de feeling. Wat in de kleding heel erg belangrijk is. Zo heb ik ervaren. Ik kom niet uit de kleding, maar ik heb ook geleerd de afgelopen jaren. Ja. Partners komen gelukkig wel uit de kleding. En het heeft zich vertaald in deze broekzak, in de Redigo kleur, waar ook keurig en heel gaaf de missie is opgeschreven. De boodschap aan het dragen is opgeschreven dat Garcia een familiebedrijf is en ook graag zorgt dat ze zo goed mogelijk door het leven gaan. En dit is de pocket waarvan onze doelstelling is dat het nieuwe industriestandaard zal zijn binnen nu en 5 jaar in elk kledingstuk. Waardoor het mogelijk wordt voor de drager om stralingsvrij zijn telefoon bij zich te dragen. Ja, en binnenkort ook voor de dames in de kontzakken. Correct, ja. Ja, slim. En ik zat even naar je site te kijken en ik dacht van ja, het product waar ik het de meeste feeling mee had was in de positiekleren voor zwangere vrouwen. Ik kan me voorstellen dat die overmatig angstig zijn. Ik gebruik het woord angstig wel heel erg vaak. Hoe komt dat? Nou ja, ik ben zelf niet helemaal overtuigd dat het inderdaad risico's met zich meebrengt. Okay. Dus daar zal mijn woordkeus vandaan komen. Scherp, oké, goed. Ja. Onthoud ik me even. Ja, positiekleding is fantastisch. Vrouwen kunnen niet vroeg genoeg beginnen met het onthouden van bepaalde stoffen. Alcohol,
en tabak. Ja. En het is onze missie ook daarbij om ervoor te zorgen dat mobiel telefoongebruik, dan wel een iPad of een laptop, daar ook bij gaat horen in de standaard mindset van een zwanger stel. Dat dat gebruik daarvan ook bewust gaat worden. En met Noppies hebben we daar een hele mooie stap gemaakt. En duidelijk laten zien de innovativiteit van het merk Noppies. Van oké, dit zijn de ontwikkelingen in de wereld. Ja. Noppies als zwangerschapsmerk heeft dat waargenomen en heeft gezegd, wij willen graag ook onze klanten die mogelijkheid bieden om zo stralingsvrij mogelijk een baby ter wereld te brengen. Ja. Is het eigenlijk niet veel effectiever om het probleem bij de bron aan te pakken? Kun je niet telefoons dusdanig aanpassen dat ze niet meer die grote hoeveelheid straling afgeven? Ja, natuurlijk. Ook probleem dien je bij de bron aan te pakken. Helemaal met je eens. Alleen om nou de miljardenindustrie die mobile heet bij de bron aan te pakken, is niet iets waardoor bedrijven zullen gaan bewegen zo snel. Je ziet al wel initiatieven van partijen dat ze zich bewust zijn van het feit dat overmatig straling niet gezond is. Zo zag ik laatst voorbij komen van Samsung. Ze maken ook naast telefoons ook groot medische apparatuur. Ja. En daar staat al iets van impact de doos. Of dat ze in ieder geval de dosis aan het reduceren zijn. Ze hebben nu een campagne met hun apparatuur met x keer minder stralingsbelasting toch dezelfde resultaten kunnen bereiken. Ja. Dus je ziet nu wel steeds meer ontwikkelingen dat partijen een zo laag mogelijke stralingsemissie in hun producten willen zetten. Omdat ze natuurlijk ook wel zien dat de huidige normen totaal niet voldoen aan een gezonde maatschappij. Ja, want ondertussen is Nederland bezig om 5G uit te rollen. Ja. Dat staat momenteel volop in de kranten. Je hebt veel meer van die kastjes nodig om dat allemaal te transporteren. Dus het gevaar wordt alleen maar groter, denk ik dan. Dat zie je goed, ja. Het gevaar wordt zeker groter. Je ziet dat 5G willen ze uitrollen, terwijl de feitelijke kennis, wetenschappelijke kennis over de gezondheidsrisico's totaal nog niet helder en duidelijk en concreet op het netvlies ligt. Gelukkig is de Tweede Kamer zich daar nu ook over aan het buigen. Ja, GroenLinks heeft laatst een motie ingediend, hè, ja. Dat ze een onderzoek wil. Ja, ja, ja. En terecht. Ook de vorige technologieën zijn trouwens al op de markt gebracht zonder waar een feitelijke conclusie uit zouden kunnen trekken dat het ongezond zou zijn, of gezond zou kunnen zijn, even though, een van de twee. Hè. Maar het is inderdaad zo dat door de opkomst van 5G zullen stralingsvelden om ons heen aanzienlijk vergroten. Zeker om het feit dat straks bij elke hoek van de straat een kastje dient te hangen, een zender dient te hangen om toch connectie en dataoverdracht mogelijk te kunnen maken met alle telefoons die daar in de omgeving zijn. Het betekent, als je een bril zou kunnen hebben, dat je eigenlijk door een waas van stralingsveld loopt continu en jouw lichaam constant bestraald wordt. Ja. Nou, dan zou je de vraag kunnen zetten, dan ben ik toch eigenlijk al constant de straling. Wat maakt het nou allemaal uit eigenlijk, Dirk? Wat maak je nou zorgen om met je pockets? Ja. Om die vraag voor je in te vullen en meteen te beantwoorden, geef ik altijd een simpele vergelijking, Paul. Je moet je voorstellen, de straling van een telefoon heeft een impact en naarmate de afstand afneemt, neemt kwadratisch ook de impact af. Ja. Dus ik neem altijd het brandslang voorbeeld. Ga ik 20 meter afstand op jou staan met de brandslang hier. Nou, vandaag is een mooie dag, lekker zonnig buiten, geen verkeerd idee. Ik ga 20 meter afstand staan, ik spuit die brandslang op jou. Nou, je prima hebben, denk ik. Ja. Nou, dan ga ik op 2 meter bij jou vandaan staan. Dan zeg je, ga me toch vriendelijk vragen om weg te gaan. Want als je blijft staan, dan ga je gewoon kapot. Om het zo maar even te zeggen. En zo is het eigenlijk ook met stralingsblootstelling. Ja, het is om ons heen. Ja, het heeft een impact op ons. Maar waar wij ons zorgen om maken en waar ik me voor inzet, is het bewustzijn van near-field radiation. Dus de telefoon inderdaad bij het hoofd, bij het hart, dan wel bij de vitale lichaamsdelen. Ja, ja, ja. Nou kan ik me voorstellen dat het ingewikkeld is om te wachten met de uitrol van dat soort technologieën, omdat het decennia vergt om te kijken wat de eventuele lange termijn effecten zijn. Vind je nou dat we die technologische ontwikkelingen stop moeten zetten? Nee, zeker niet. Ik, nogmaals, van origine ben ik een tech-fan. Ja. Ik geloof ook met innovatie kun je de wereld een stukje mooier maken en beter maken. Mits die innovatie en technologie wel goed getest is en voldoet aan wel overwogen normen. En daarbij een niet negatieve impact heeft op zijn gebruikers. Ik ga toch even terug naar de industrieën waarvan we gezien hebben dat die nu ook allemaal aan het omdraaien zijn. Auto's, tabak, alcohol. Hè. Heineken levert nu zijn Radler. Nou goed, al die duurzame ontwikkelingen, industrieën verduurzamen. Dat zou ik ook graag toewensen in de branche van mobiele technologie. En daar zou een stukje meer educatie ook bij kunnen zijn. En je ziet nu ook, en dat is een hele mooie trend,
dat indien de fabrikanten niet hun klanten waarschuwen, dan zijn het wel overheden die steeds meer preventieve overheidsmaatregelen installeren om daarbij de burger zoveel mogelijk schadingsblootstelling te onthouden, dan wel een richtlijn mee te geven om mee om te gaan. Zoals bijvoorbeeld in Frankrijk is in 2015 is draadloos internet, wifi, verboden in kindercrashes onder 3 jaar. Als je in Taiwan een telefoon koopt, staat er op de verpakking dat er dat product straalt en dat je op moet passen. En nog mooier, in de een van de grootst, meest vooraanstaande gemeentes van Amerika, Berkeley, waar ook gerenommeerde universiteiten staan. Daar is onder andere door het toedoen van een Harvard-professor, is daar de Right to Know Ordinance ontstaan, waarin de verplichting is, en ik vind het fantastisch, dat zou ook in heel de wereld moeten gebeuren, dat elke verkoper van een mobiel product, van een telefoon, niet in zijn etalage een waarschuwing te hebben dat if you tuck this phone in your bra or in your pocket, you might exceed federal safety legislation to radiation radio frequency exposure. Ja, ja. Ja, dat zegt het al. Dus ik heb er 100% vertrouwen in dat indien de fabrikanten zichzelf niet nog slagen op maken, dat nu de wereld er wel klaar voor is om zichzelf te onderwijzen en open te staan voor een zo veilig mogelijk gebruik van mobieltelefoons. Stel nou dat er wetenschappelijk bewijs komt dat aantoont dat er geen schadelijke effecten zijn. Dan stort jouw business in elkaar. Zou je dan blij zijn? Nou ja, heb ik in ieder geval de reden om achter een bar te gaan staan ergens op het eiland van de Caribbean. Maar dat is een scenario die niet in vraag is. Nee. Tot slot, je vertelde een aantal jaren geleden aan het Financiële Dagblad dat gedurende de opbouw van je bedrijf je 's avonds nog steeds bij moest nabbelen als Elvis. Ja. Elvis Presley. Zeker, the one and only. Doe je dat nog steeds of zijn de zaken inmiddels zo gegroeid dat dat niet meer hoeft? Ik zou het wat vaak weer doen, maar het is inderdaad zo dat we nu alle hens in dek hebben om nu het momentum te pakken dat het bewustzijn optimaal is bij de consument. En daarnaast ook dat we nu dat kledingmerken, dat is echt onder aanvoering van Garcia en anderen, nu aanvoelen dat ze de verantwoordelijkheid nemen voor het feit dat meer dan 95% van hun klanten een giftig apparaat draagt in de broekzak van hun product. Mm. Nou, ik leg ze dat allemaal uit en dan vraag ik, nou, wat voor kledingmerk bent u? Kijkt u hiervoor weg voor deze kennis of... Ik heb het net verteld, u kunt op een eenvoudige wijze uw klanten een extra toegevoegde waarde bieden en ze veilig door het leven laten gaan door onze pocket te integreren in uw broekzak. Ja. Of in uw broek. Nou ja, dat momentum is nu. Dus helaas weinig tijd meer voor een Elvis optreden. Maar goed, mocht je nog een mooie gig weten, je mag hem altijd even bij me voorleggen. Ik kan het overwegen. Hartstikke goed. Dirk, dankjewel. Leuk dat je er was. Graag gedaan, dankjewel. Wilt u meer interviews zien? Surf dan naar CVD TV. En het aardige, de gesprekken zijn ook te beluisteren als podcast.